Hey kijkers en als welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je mods installeert in Minecraft. In ja eigenlijk wel iedere versie. Het is niet heel moeilijk, maar je moet gewoon even weten hoe je het moet doen. Dus laten we meteen gaan beginnen. Het eerste wat je nodig gaat hebben voor een mod is Forge. Een Forge download je op internet. Wat je doet, je gaat naar Google en je typt in Forge. Dan Minecraft Forge pak je. En dan kies je de versie. Uh, Minecraft die je wil hebben waar je ook de mods van hebt. Dus wat je dan doet hier, je klikt op 1.11 En dan staat hij al op, dus dat hoeft je niet meer te doen. En dan zie je hier Download Latest en Download Recommended. Nou ik doe altijd uh, Recommended, want dat is wat makkelijker. Dan pak je de installer, klik je erop. Even wachten, dan komt er een ad voorbij, bla bla bla. Krijg je misschien af en toe een filmpje, iets in die richting. Maar niet uit wat je moet doen, je moet hier rechtsboven naar skip gaan. Als je zodra je op skip klikt krijg je zo'n menu of je krijgt rechtsboven bij je downloads krijg je iets nieuws. Wat je gaat doen, je gaat het bestand opslaan en uh, ja nou op, op, ligt eraan op welke browser je zit maar op Firefox heb je dan het bestand. Zorg dat je het bestand op je bureaublad krijgt, destijds kijk je even in je, in je downloads folder want daar wil het ook nog wel eens in staan. Um, uh, dus dan staat het zeg maar gewoon bij je, in je folder bij je downloads en dan dus sleep je hem even naar je bureaublad toe. Dat is altijd wat makkelijker. Nou. Wat je dan gaat doen, je moet ook zorgen dat je Java hebt. Dat lijkt me dat je dat wel hebt als je Minecraft hebt, maar het is handig als je Java hebt. Wat je dan gaat doen, je gaat dubbelklikken hierop en dan krijg je dit. Nou, die Mercurius mag je uitzetten. Install client. Oké. Okay. Nou, dan je verwachten dat hij de client heeft geïnstalleerd. Succesvolly installed, Bla bla bla. Oké. Okay. Nou, dan kan dit kan allemaal op grundlevage in als je wil. Nou, dat, dat wil natuurlijk wel niet. Nou, dan mag je het dan doen, Het kan in ieder geval weg. Dan ga je Minecraft even opstarten en dan ga je één keertje Forge launchen. Wat ga je doen? Hier zie je mijn normale profiel, hier ga je naar Profile en dan pak je Forge in plaats van je profiel. en nou, dan ga je Play doen. Je gaat die hem even installeren en uh, ja, dan krijg je een gigantisch scherm met uh, allemaal gekke flauwe fratsen waarin hij heel Forge gaat opstarten. Dus dan gaan we even wachten. Kijk eens aan, hier de mods constructen. En allemaal dat soort dingen, gaat alle textures inladen in Forge. Nou, nu we toch moeten wachten, kan ik net zo even vragen. Mocht je deze video nou leuk, interessant, handig vinden, laat even een like achter. En laat een reactie achter waarvan ik de volgende keer een, uh, een tutorial tussen aanhalingstekens moet maken. En dan ga ik kijken of ik dat voor jou kan doen. Voor nu gaan we mods doen. Nou, Zoals jullie zien, Forge is opgestart. Je zit gewoon in Minecraft, alleen je ziet hier een extra schermpje hier. Format, solid, format active. En je ziet hier mot staan. nou Dit is standaard voor uh, Forge. Er zitten um, normaal gezien uh, 3 mods in of vier of zoiets. Ligt eraan, een beetje. Wat je gaat doen, je gaat weer quit game doen, je gaat weg. Je gaat weer naar je browser toe. Stel, je hebt een mod waarvan je zegt. Die wil ik hebben. Nou, welke we nu zouden we kunnen pakken, is bijvoorbeeld minimap. 1.11 zet je dan achter, maar dat is deze al. Deze had ik al als test gedaan. Uh, nou, dan klik je de mod aan waarvan die 1.11 is. Nou, bijvoorbeeld hier een, uh, een minimap mod. Nou, meestal staat dat helemaal beneden, dus moet je helemaal naar beneden scrollen. En dan staat er hier ergens een Download Xero's minimap. Nou, dan kom je nu op zo'n site, meestal van waar de modmaker zelf zijn mod op heeft gezet. Dan scroll je hier naar beneden, Download voor mod. En dan zie je hier alle, uh, in dit geval bij deze mod, het kan bij iedere mod anders zijn. Hier zie je alle modversies en de Minecraft versies. Nou, hier is het belangrijk dat je dezelfde versie pakt als die je voor Forge had. Dus stel ik heb net voor Forge 1.11 gepakt. Deze is voor 1.11 van 2 en 1.11. Dus we gaan download de download file. Nou, dan krijg je hier weer zo'n zo ding waar uh, ads op staan. En dan ga je hier naar skip toe. Weer hetzelfde bestand opslaan. Wat je gaat doen, je gaat dit hier weer naar het bureaublad slepen. Je gaat zoeken naar appdata, procent. Je opent die folder hier. En dan ga je naar .minecraft toe en dan klik je hier op dit dingetje, mods. Nou, zoals jullie zien, dit staat er bij mij al bij. Normaal zou deze uh, leeg of, ja, ik weet niet of die leeg is. In ieder geval, nu heb ik hem even leeg gemaakt. Wat je gaat doen, je gaat nu deze, dit dingetje, wat je nu op je bureau hebt staan van de mod zelf, ga je gewoon hier inslepen. Dan sluit je hem af. En dan kun je nu naar je Minecraft toe weer gaan. Dan moet je weer even wachten. En uh, nu zit, als het goed is, de mod in het voortje. Dus je gaat gewoon het voortje weer opstarten. En dan gaat hij weer een beetje lekker laden. Dus we gaan weer eventjes wachten. En uh, als het goed is doet hij het, we gaan het zien. Nou oké, 4MOS, dat is 4MOS mod. Nu zie je hier Xyro's Minimap, de mod, bij staan. Wat je dan gaat doen, je gaat naar een server toe, bijvoorbeeld de TLT server En um, uh, dan log je in en dan zul je zien dat je hier bovenin je Minimap hebt staan. En uh, uh, dan kun je gewoon... Het werkt, ja ik heb nu wel wat lag. Maar in ieder geval... Het werkt, de minimap die werkt, de mod werkt. En je kunt heel makkelijk weer naar een ander profiel switchen door gewoon te lieven en dan een ander profiel te kiezen. Op deze manier kun je in principe iedere mod uh, uh, installeren die je maar wilt. Dus je moet gewoon vroegen, stel je wil een, een, een uh, meer creatures, more, more creatures van, van dat je allemaal haaien en zo hebt, dat kan ook. Alleen, ik moet er wel bij zeggen, zulke dingen gaan meestal niet op Minecraft servers werken. We hebben gelukt dat een minimap wel werkt, maar meestal moet je voor de meeste mods in, uh, in singleplayer zijn, anders heb uh, je er niet heel veel aan. Nou, dan, hier zo, nou, dan zul je zien dat, uh, dat het werkt en, uh, en dat dus de mod geïnstalleerd is. Het is niet moeilijk te zeggen, het is echt makkelijk, maar je moet even weten hoe je het moet doen. Ik hoop dat jullie hier allemaal hartstikke veel aan gehad hebben. De linkjes van Forge zal ik in de beschrijving zetten. En dan hoop ik dat jullie allemaal een like achterlaten op deze video. En dat jullie een uh, reactie achterlaten of het is gewerkt en eventuele fouten of fouten dingen zou ik proberen te beantwoorden zodat, uh, zodat ik jullie daarmee verder kan helpen. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal uh, terugzie bij de volgende video op dit kanaal. See you all later!